En we eindigen met een winterse reportage. Twee West-Vlamingen nemen binnenkort als eerste Belgen ooit deel aan een wereldberoemde race in het noordwesten van Alaska. Het is een hondensledenrace van 1700 kilometer in de meest extreme winterse omstandigheden. De twee jonge mannen zijn net terug van een stage van 7 maanden in Alaska. Volgende week vertrekken Dries Jacobs en Sam Deltour voor een laatste training voor de extreme wedstrijd die gelopen wordt in maart. 1800 kilometer ijzige wildernis van Anchorage naar Nome. 16 huskyhonden, 1 slede en 1 hondenmenner. Dat zijn al 35 jaar de ingrediënten van de beroemdste sledetocht ter wereld. Twee West-Vlamingen, Dries Jacobs uit Jabbeke en Sam Deltour uit Brugge, gaan de uitdaging aan om als eerste Belgen de wedstrijd te rijden. Het is niet zomaar een sledehondenrace, die is begonnen in 1973. En dat is eigenlijk om hulde te brengen aan de sledehond, die oude trail waar ze dus die race op organiseren, is de oude trail die de goudzoekers in het begin van de 19e eeuw eigenlijk gebruikten. En de sledehond werd verdrongen door sneeuwscooters en dat is een hulde dat ze daarom brengen. De laatste 7 maanden hebben de twee West-Vlamingen in Alaska als vrijwilliger toeristen rondgereden op de sledehondenfarm van een van de legendarische winnaars van de wedstrijd. Hij is hun leermeester voor de wedstrijd die er nu aankomt. Dat is een zeer goede plaats, want de familie Sivi, waar wij dus voor werken, doet dat al 3 generaties lang. En onze werkgever, onze rechtstreekse werkgever, won in 2004. Dus we zitten bij de beste dat, om getraind te worden. Dus. Zowel fysiek als mentaal zal de Iditarod race het uiterste vragen. Tijdens de 10 dagen reizen is er nauwelijks tijd om te slapen. Je moet voor je dieren kunnen zorgen. Het is een stuk de functie van dierenarts op je nemen. Tegelijkertijd ben je ook de coach. Je moet zorgen voor goede teamspirit in je team. Je moet er zorgen dat je er staat, dat je honden voor je werken, dat ze voelen dat er voor hen gezorgd wordt, dat er een leider is. Daarnaast moet je dan ook een stuk mechanieker zijn. Je moet voor je eigen slee zorgen. Het kan zijn dat je een boom raakt of zo, dat de slee kapot gaat. Dan moet je in staat zijn om die te herstellen. Het is uniek dat twee Belgen deelnemen. Hier is hondensledenreizen onbekend. In Noord-Amerika gaan 50 miljoen mensen dagenlang het hele mediacircus rond de Iditarod-reis via televisie volgen. Of de twee Belgen uitblinken moet nog blijken. Meer dan een derde van de deelnemers geven op. Vrijdagavond stelt het duo de wedstrijd voor bij Wegwijzer in Brugge. Meer hebben we voor vandaag niet op de plank liggen. Ik herhaal wel nog eens de hoofdpunten. Het voorstel van een provinciale tweede verblijfstaks zorgt voor bijzonder veel ongenoegen. De Veurense burgemeester en minister twisten over GPS-verbodsborden. En de Vlaamse bouwmeester wil Club Brugge in het Jan Breydelstadion houden. Maak er ondanks het regenweer een fijn weekend van en graag tot ziens.